NEC supporter René van der Heuvel, waarbij sinds negen maanden ALS is geconstateerd, wil graag geld inzamelen voor ALS-patiënten. Hij wil het geld inzamelen voor kinderen en mensen die in de toekomst te maken krijgen met de verschrikkelijke ziekte ALS. Tot op de dag van vandaag blijft René de wedstrijden van NEC bezoeken. Het naaste van ALS vindt René het vooral voor zijn omgeving. Eh, eh, voor je omgeving. Eh, eh, je vriendin. Eh... Eh, elke keer eh, moet ze toch maar voor je klaarstaan. Eh, eh, nou, heb ik dan eh, drie, vier keer op een dag eh, heb ik, eh, hulp van thuiszorg. Eh, ik heb eerst anderhalf jaar in de woonkamer geslapen omdat ik geen trap meer kon lopen. Wachtend op een stoellift. Eh, aan het keukenblok gewassen moeten worden. Wacht op een stoellift omdat je niet meer naar boven kunt lopen, dat doet ALS met je. ALS zorgt ervoor dat de spieren in je lichaam langzaam uitvallen. Je nee, heeft daarom altijd pijn. Elke dag pijn hebben, elke dag hè, krampen hebben, elke dag spieruitval hebben. Hè. Dat je je koffie zit te drinken en opeens je, je NC-mok uit je handen ketst. Nou, dat word, eh, één, daar word je niet vrolijk van. Maar, hè, En dan denk ik van, er moet echt geld komen voor een middel te vinden. En daar zijn onderzoeken voor nodig. Maar al die onderzoeken die kosten handenvol geld. René vond dat er wat moest gebeuren en benaderde de verschillende supportersgroepen van NEC om hem te helpen. Ja, ik heb contact gehad met de supportersvereniging, met Forse NEC, met HKN, met Legio. Die hebben, ik heb een, via de ALS-fonds heb ik een officiële site is helpen, het ALS-fonds. En die links zijn ook allemaal op die sites die van, de, van de namen die ik net benoemde. Die zijn allemaal terug te vinden. Uh, via uh, met de SV uh, in samenwerking met Arjan van Hout. En uh, gaan we een uh, veiling, uh, we gaan items inzamelen. En dan gaan we online gaan we, uh, die spullen veilen. Dus als mensen nog spullen over hebben, mag je altijd contact opnemen met de SV. Of met mij. Ik zit op het invalidevak. NEC is een warme club, vindt René. En daarom hoopt hij dat iedereen een euro geeft. Want samen sta je sterk. Ik hoop erop dat we... Hè, ik, ik zeg het maar zo. Als je ziet hoeveel mensen er naar NEC nog, nog steeds komen kijken. Hè, en ook met de, hè, met de uitwedstrijden en met de thuiswedstrijden. Want ik ga nog zoveel mogelijk mee als ik kan. Ook met de scootmobiel in de bus. Ik word de bus ingetild. En we reizen af. Maar ik hoop erop dat als iedereen, al zouden ze maar een euro over hebben, en dat zouden we storten. Dan sta je samen sterk. En ik denk dat dat met deze club moet dat mogelijk zijn.